de hoerenmadam van Amsterdam, die dan eens in de zoveel tijd met het peespontje naar de overkant komt om te kijken hoe het met het sekspaleis gaat. En weet u wat ze u straks dan gaan noemen? Ik durf het bijna niet te zeggen. De hoerenmadam van Amsterdam, die dan eens in de zoveel tijd met het peespontje naar de overkant komt om te kijken hoe het met het sekspaleis gaat. Gaan we nog mevrouw, even naar andere... Nee, mevrouw, ik ga iets tegen u zeggen. Ik was heel geroerd door 2/3. U staat tegenover een vrouwelijke burgemeester. De eerste vrouwelijke burgemeester. U had een man nooit een hoerenmadam genoemd. En ik trek me dat aan. En u vergalopeert zich daarmee. En ik wil u toch recht. Pauw. Femke Halsema, wat vinden we ervan? Nou, kut. Maar kut op de wallen, toch? Op de wallen is het niet goed. De burgemeester van Amsterdam. Zij vertelde onlangs in een podcast van het Parool dat ze sinds een jaar gescheiden leeft van haar partner, filmmaker Robert Oei. In de ambtswoning aan het werk was en dat er een groep van ongeveer 600 kerels tegenover de ambtswoning en op de brug ging staan met hun middelvinger omhoog en allemaal schreeuwden Halsema kankerhoer, dat je vervolgens mij eruit pikt en zo grof en ook vooral op mijn vrouw zei. Gemeenteraad en deze burgemeester? Nee, ik ben niet verbaasd, ik ben ook niet boos. Ik denk dat ze me schokken gek zijn. Daar woont een valse vrouw, haar naam is Halsema. Halsema, lak hebben aan de wapenwet. Voorzitter, we hebben het hier dus over een linkse activist, verkleed als burgemeester, die zelf wel bepaalt wanneer ze de wet handhaaft. Experience.